Het onderwijsproces gaat tot en met het tweede kwartaal en wordt dan afgesloten. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft vanmiddag op een Zoom-persconferentie uitleg hierover gegeven. Volgens Juro Di Potaruno, directeur Algemeen Vormend Onderwijs, is het besluit genomen om tot en met het tweede kwartaal te gaan, omdat er geen adequate aanbieding was van het onderwijs naar de leerlingen toe. Minister Marie Leven zegt dat in samenspraak met de schoolleiding en de vaksecties de daadwerkelijke behandelde leerstof wordt getoetst. De toetsing zal plaatsvinden op het bord. Dat voortgangsrapport vertelt de ouders en het vertelt de leerkracht die de kinderen gaat ontvangen in de volgende klas. Vertelt het hoe sterk zo'n leerling is. En op welke delen van een bepaald vak het kind zwak is. Dat is een voortgangsrapport. Dus het rapport zal niet uitsluitend zeggen, uw kind heeft een 5 voor rekenen. Het zal zeggen, het heeft een 8 voor optellen, een 8 voor aftrekken, maar een 4 voor delen en een 5 voor vermenigvuldigen. Dan weet die leerkracht van de volgende klas waar het op moet letten. En dan weten die ouders ook hoe het komt dat een kind een 5 heeft voor rekenen. Op de MULO voor de lagere klassen zullen er aangepaste overgangsnormen komen en de toetsen zullen gedaan worden op basis van de daadwerkelijk behandelde leerstof. Op de HAVO, VWO, ook weer op de lagere klassen. Daar zullen er ook aangepaste overgangsnormen zijn. Maar we blijven herhalen dat het gaat om daadwerkelijk behandelde leerstof. Di Potaruno benadrukt dat op bepaalde niveaus niet optimaal onderwijs is verzorgd. Hij zegt dat het systeem van lespakketten niet goed heeft gewerkt. In het nieuw schooljaar zal het deel van het derde kwartaal dat niet is behandeld alsnog op een adequate manier worden afgehandeld, meent de directeur. Zodat we aan het eind van de afsluiting, wanneer we zullen gaan toetsen, dat elke leerling zoveel als mogelijk met een volledige bagage, althans op basis van de essentiële vakken, dat aanbod plaats zal vinden. Vandaar dat we zeggen dat we tot en met het tweede kwartaal zullen. Dat betekent dus dat het gaat om herhaling, maar ook de toevoeging met betrekking tot als men in staat is om nog een stukje van het derde kwartaal af te ronden. Maar daar gaan we samen natuurlijk met de stakeholders aangeven wat de afgebakende leerstof zal zijn. En dat zal dus een houvast zijn op elk niveau per leerjaar. Dat wilde ik even aanvullen op dat stukje van eerste en tweede kwartaal. U hoorde Juro Di Potaruno, directeur Algemeen Vormend Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De toetsen zullen niet alleen op de traditionele manier worden afgenomen, maar ook met behulp van alternatieve toetsvormen, zoals spreekbeurten, thuisopdrachten, demonstraties, werkstukken en zelfs TikTok-filmpjes.